zijn een plaat aan het opnemen met een hele hoop muzikanten uit bands en acts die ik cool vind. En die heb ik allemaal uitgenodigd om hier een album in de bunker op te nemen. Ik weet dat het een soort van loopgravenstelsel is met een hoop bunkers en een hoop kamers. Waar wij eigenlijk gewoon een beetje onze studio hebben opgebouwd en aan de slag zijn gegaan. We zijn in de eerste instantie gekomen als een soort backingband. Zijn we als mijn bandje personal trainer gekomen. En we hebben een hele hoop gasten die dan kwamen. Bijvoorbeeld Pip Blom is langsgekomen met haar broer Tenna Blom. Lena Hessels, die is nu achter ons, as we speak, nog de laatste zangteken aan het doen. Kik Kluiving van Teddy's Hit. Kees Paris van Steve French. Marnix Visser van Korfbal en Price. Dus we hebben een hele grote selectie. Het gaat denk ik alle kanten op schieten. We gaan zo repeteren en dan gaan we het allemaal een beetje in elkaar flansen. Je moet heel bewust soms stappen terug doen. En waar ik in eigenlijk de bands waar ik hiervoor zat, heel erg. Ik had wel meestal een soort van eindoordeel. En nu is het soms denk ik goed om afstand te nemen en dingen te laten ontstaan. Zo bijvoorbeeld is er ook één liedje waar ik eigenlijk helemaal niks op meespeel en niks voor heb bedacht. Dat is ook een van mijn lievelings geworden. Maar we weten nog niet precies hoe we het vorm gaan geven. Maar we hebben op dit moment wel echt een. Het ziet er wel uit als een album nu. Ik heb voor mijn verjaardag van Pip een Tascam recorder gekregen. We hebben daar ook bijvoorbeeld allemaal kleine demo's op gemaakt toen we op het Tempercel-schip hierheen gegaan. En die gaan we waarschijnlijk ook tussen de soort van groot uitgebouwde nummers doordoen. En het wordt waarschijnlijk een soort bloemlezing van allemaal hele weird dingen die niet echt bij elkaar passen. Ja, het was, op dat zeilschip was het echt erg cool. Het was heel vreemd. We zijn allemaal niet echt ervaren zeilers. En dan moesten we een beetje helpen met de gang van zaken op het schip. We hebben 3 dagen gevaren. En het was erg leuk. Ja, morgen gaan we een show spelen in de Boulder op het festival. En dan gaan we eigenlijk vooral een personal trainer show doen. Met daartussen komen dan de gasten ook een paar nummers spelen. We doen ook een liedje van Pip en dan komt de hele band van Pip spelen. En we gaan ook bijvoorbeeld een lied van Steve French doen. Dus we gaan het een beetje mixen allemaal. Mijn essentie is het een personal trainer rockshow. Mijn eerste bandje waar ik in zat, waar ik echt mee ging optreden, die heette Paleo Superspeed Donkey. En toen ik 14 was, toen was dit. We speelden ook in de Boulder en dat was eigenlijk onze eerste echte grote show. En dat was voor mij wel heel indrukwekkend. Het was heel spannend allemaal voor ons. Dus ik heb op zich best wel een leuke band hiermee. Daarna heb ik nog 2 keer met Ken Shaker Pie gespeeld. Dus ja, ik heb wel een band met toch wel een beetje dat festival. Vind ik wel erg leuk.